En welkom terug bij Limburg Vandaag. Ik neem u mee terug naar het jaar 1991. Michael Jackson had toen een wereldhit met het nummer Black and White, waarin hij de liefde tussen de verschillende rassen promootte. Nou, dat nummer uit 1991 is voor de jonge generatie, 25 een aantal van leerlingen uit Weert, en echt reden genoeg om naar het eigen beheer die clip nog eens dunnetjes over te doen. Met trots presenteren we u de acteurs en de zangers van die clip en de mensen erachter. Sergio Sandvoort van de Stichting Catharijn, welkom. Ja, voordat we even onze sterren gaan introduceren, even snel, wat is die Stichting Catharijn? De Stichting Catharijn wil groepen kinderen samenbrengen om kunst te maken. Mm-hmm. En dat kunnen hele grote groepen kinderen zijn, 300 plus. Of kleinere groepen, rond de 20 kinderen. En we vinden het ook heel erg leuk om groepen kinderen samen te brengen met heel diverse achtergronden. En dit is een van de projecten. Ja. Een gloednieuwe clip van Michael Jackson. Ja, en drie acteertalentjes voor de toekomst hebben in de studio zitten. Stel jullie heel eventjes voor aan Limburg, dat we echt weten wie jullie zijn voor de toekomst. Ik ben Lena Berks, ik ben bijna 15 jaar oud. Ik hou van zingen, dansen en acteren. Oké, dankjewel. En wie zit er middenin? Ik ben Yusra, ik ben 9 jaar. Ja, en vind je ook zingen en dansen heel erg leuk? Ja. Wat heb je met Michael Jackson? Zeg maar gewoon een toffe vent. Ja, ik vind hem gewoon een toffe vent. Oké, en de derde op de bank? Ik ben Shema Sarkaya en ik ben 9 jaar. En ik vind dansen en zingen leuk. Oké, jullie hebben dus allemaal één ding gemeen, dat is dat jullie dansen en zingen hartstikke leuk vinden in ieder geval. Mag even een applaus voor ons aanstormend talent, want zij doen Michael Jackson straks na. Op het eind van dit interview hebben we ook een stuk fragment hiervan, van jullie nieuwe clip. Maar het is misschien voor de kijker thuis eventjes terug naar het jaar 1991. Zullen we misschien heel eventjes kijken naar een stukje van dat origineel wat jullie daarna opnieuw hebben gemaakt? Ja. Ja? Knikken we ja tegen, dus regie, let's go. Ja, helaas is Michael Jackson overleden, maar hij leeft heel duidelijk nog bij de jonge generatie. Sergio, klopt dat? Ja, dat zie je natuurlijk ook in heel veel andere televisieprogramma's. Het is eigenlijk hartstikke hip. Je ziet het wel vaker met artiesten die dan net overlijden. Mm-hmm. En dan heel erg gewaardeerd worden. Maar ja, Michael Jackson is natuurlijk een artiest. Ja, daar blijf je 10 minuten naar kijken, hè? Ja, ja. Ja. Hoe was het om mee te werken aan die nieuwe clip? Vertel eens wat erover. Ja, was goed. Uh-huh. Wat heb jij concreet gedaan? Wat was jouw rol in die nieuwe clip? Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Gedansen. Gedanst, ja. En ja, meedoen. Ja. En ik vond het gewoon leuk om te dansen. Nou, ben jij eigenlijk de oudste van ze allemaal? Ja. Kon jij Michael Jackson eigenlijk al? Of ben je er pas mee geconfronteerd toen je aan deze clip begon? Ja, ik kon Michael Jackson al. Ja, wat vond je van hem? Ja. Gewoon, ja, echt een geweldige vent. Heel veel, hij inspireert veel voor mensen en heel, ja, heel een groot voorbeeld voor veel mensen. Ja. 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 Nou, heeft hij ook nog hele bijzondere teksten gemaakt, Black and White, daar zat een boodschap achter. Ja. Het maakt niet uit welk ras je bent, ja. We houden allemaal van je. Ja. Voel jij dat ook zo? Ja. Ja? Ik vind dat mensen met een andere afkomst net zo moeten behandeld worden als mensen met, ja, als, ja, gewoon Nederlanders dan even zo. Ja. Wanneer hebben jullie de opnames gemaakt? Ik ga even naar degene die met een hele zwarte hoed middenin zit. Vorige week vrijdag. Mm-hmm. Ja. En het aardige is, laten we even de kijker zien, want jullie hebben de kleding en de hoed bijvoorbeeld ook allemaal zelf gemaakt, hè? Ja. Was dat nou lastig? Nee, het was niet zo moeilijk. Heb je hem echt zelf gemaakt of heeft je moeder misschien geholpen? Nee, dat heb ik echt zelf gemaakt. Oké. Okay. Wat willen jullie nou eigenlijk bereiken met dit project? Nou, we willen laten zien dat kinderen, dus met die hele diverse achtergronden, op een hele leuke manier kunnen samenwerken. Mm-hmm. Hè? En we waren bezig met dat project. We doen al 5 jaar dit soort jeugdwerk in Weert. We zoeken altijd leuke, creatieve thema's. Nou ja, Michael Jackson was net dood. We waren bezig met schaakles en dergelijke. Dat is ook zwart en wit. Muzikale draai aangegeven, Black or White. Van Michael Jackson, de titel klopt, de boodschap klopt. Je ziet ook aan, ja, Dana vertelt dat ook, kinderen voelen zich eigenlijk daar al heel erg bij betrokken. Hè? Dus dat
ja, dat past bij die kinderen. Laat een positief geluid horen. En toen hebben we samen met Wouter van Neer uit Maasbracht van WVN Media... hebben we toen een videoclip opgenomen. En dat is natuurlijk prachtig dat die kinderen straks dat filmpje zien. Hè, en dat dat zo helemaal mooi is afgemonteerd. Ja, dat is de ultieme beloning. Ja. Nou, is het natuurlijk leuk. Kinderen vinden het leuk om te doen, dansen en dat soort zaken. Maar er zit natuurlijk ook wel een boodschap in jullie verhaal. Hè? Kun je wat vertellen over die boodschap? Ja, het is een hele positieve boodschap. Hè? Want er wordt altijd vaak gezegd van de jeugd van tegenwoordig, er komt niks uit. Hè? En dat hangt maar en dat doet maar en zo. En ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo is of hoeft te zijn. Mm-hmm. En dat willen we graag heel dik onderstrepen. Ja. Want wij leggen die kinderen niks op. Ja. Die kinderen komen echt vrijwillig bij ons en vaak jarenlang. En om dit soort... Ja, waanzinnige resultaten. Ja, 25 leerlingen, alles bij elkaar. Hè? Want we hebben er maar 3 hier in de studio zitten. Maar het zijn er uiteindelijk rond de 25 geweest. Waar kwamen ze vandaan? Uit Midden-Limburg? Weert en uit Echt. Mm-hmm. Dus we hebben de koppeling gemaakt tussen jongeren, hè, dus middelbare scholieren... en jonge kinderen van de basisschool. Dat vonden we een aardige combinatie. Mm-hmm. En dus kinderen van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst en gewoon Limburgs. Ja. Dana, wat vond je nou het leukste aan de opnames? Ja, de gezelligheid was toch heel gezellig en ook heel leuk om het gewoon... en ook heel goed om het te doen, omdat je zelf weet dat het... Dat, ja, het is gewoon omdat ik... Ja, ik vind zelf ook dat het niet uitmaakt of je zwart of wit bent. En ik vond het gewoon echt heel goed om het te doen. Ja. Yushra, wat is allemaal misgegaan bij de opnames? Of is het allemaal perfect gelopen? Perfect. Ja? Geen miscommunicatie? Alles ging in één tape erop? Alleen één keertje met de waarom... waren de kinderen niet allemaal, toen konden we het niet opnemen. Ja, ja. Zeg maar, je hebt hem zelf niet gezien, hè? Ben je wel benieuwd hoe hij eruit ziet? Ja. Wacht, je moet even de microfoon dat even doorschrijven. Je bent benieuwd hoe hij eruit ziet, maar je hebt echt nog niet even een heel klein sneak preview gezien? Nee, helemaal niet. Dus jullie gaan dadelijk samen met heel Limburg genieten na 30 seconden. Zullen we eens gaan kijken naar het eindresultaat? Ja. Niet helemaal. Nee. 30 seconden. 30 seconden. Oké, daar gaan we. Daar zit Limburg, daar staat onze monitor. Dit is het eindresultaat van een dag hard zwoegen met opnames. Dit is de nieuwe Black and White van Michael Jackson. Limburg, doet u met me mee voor een applaus? Jazeker, wel verdiend. Wat gaan we doen met deze clip? Nou, hij komt op Cash TV, komt hij aan, de internetomroep van de provincie Limburg, jongerenomroep. Hij komt ook op ons YouTube-kanaal, Stichting Katrijn. Hij wordt uitgezonden op Weertelevisie, dus hij is straks goed te zien. Oké, hebben jullie al fans? Hoe zit het daarmee? Ja, tuurlijk. Jij gewoon wel een beetje zo vertaald overal en iedereen vindt het wel heel leuk. En, ja. Jij zou het best wel beroemd willen zijn, hè? Ja. Ja hoor. Nou, je begin is hier gemaakt vandaag bij TV Limburg en bij je clipje. Vinden jullie het goed dat ik eens naar een artiest ga die al beroemd is? Ja. Bedankt voor jullie komst uit de studio. Ontzettend veel succes. Dames en heren, nog één applaus voor ons aanstormend talent. Dankjewel.